Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, ik zit even in een andere omgeving hier. Gisteren was aflevering 7 op tv van Wie is de Mol. En in deze korte video, bespreken wij de beste hints en theorieën. De aflevering 7 van Wie is de Mol. Om te beginnen, like even deze video met een duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe video's en het molnieuws. Dus laten we maar snel beginnen met de video. De afleveringstitel was Coulissen. Wat betekent coulissen nou? Dat betekent achter de ogen onttrokken zijn. Dus ik ben bijvoorbeeld achter de schermen of ik ben niet in beeld bij een opdracht. Tijdens de derde opdracht, oftewel de testafette opdracht, had Freesia een vrijstelling ingezet en is ze vervolgens achter de schermen uit de opdracht gezet. Daarnaast is dit ook een hele sterke actie als mol zijn om een vrijstelling dan in te zetten. Aangezien je zelf dan minder verdacht wordt, doordat de kijkers meer gaan letten op de andere kandidaten. Dan jijzelf, omdat jij natuurlijk de uit bent. Opdracht 1. Vakmanschap. Goeie woordgrap. Er werd veel geschaapt en gemaat. Wat zou de mol doen? Ik denk dat in deze opdracht de schapen de mol zijn. En mijn punten gaan dan ook op het zwarte schaap. Nou ja, tenminste, niet op het zwarte schaap. Al vind ik dit wel een sterke hint naar de mol, want er waren zwarte schapen en op een zwart schaap wat in de montage werd laten zien, stond de naam van Kim Dian. Het zwarte schaap is meestal degene die achter de ogen onttrokken is, dus zoals de afleveringstitel zegt, coulissen. Ik zou er van de week nog eens even beter naar kijken. Heb jij toevallig nog een hint of actie in deze opdracht? Laat het even weten in de reacties, zodat ik mij daar ook op kan gaan richten. Goed, opdracht 2. De boot missen. De mol is langsgevaren en hierbij heb ik ook natuurlijk weer wat gevonden. Zoals Sima had behandeld in zijn video. Zo kan het zijn dat in dit shot wat nu op beeld komt Everon te zien is. Met zijn zwarte petje die hij ook in aflevering 1 droeg. Van zijn eigen merk I Am Toro ofzo volgens mij. En daarnaast kan het ook zijn dat hier bij dit shot Freesia te zien is met haar zwarte shirtje die ze ook aan had tijdens die opdracht. Ik zelf denk dat de mol misschien wel helemaal niet in de montage zit, aangezien dat natuurlijk gewoon veel te verdacht is. Het is veel leuker om dat shot voor de finale over te houden, zodat wij terug kunnen kijken en terug kunnen blikken met de mol. Ik vond Freesia ook heel erg verdacht in deze opdracht. Ze deed echt helemaal niks, gewoon eigenlijk. Ze was op zoek naar een vrijstelling, tenminste dat zei ze in haar biecht, terwijl ze zelf nog steeds een vrijstelling in haar zak heeft zitten. Waarom ga je dan nog een keer op zoek naar een vrijstelling als je weet dat dit toch al de laatste keer is dat je hem kunt inzetten? Kan zijn dat ze op zoek was naar een finale vrijstelling, maar er moet toch nog een addertje onder het gras zitten dat als je foto's maakt dat je daarna nog iets te horen krijgt ofzo. De mol vaarde langs. Het kan een hele goede dekmantel zijn van Freesia als mol zijnde. Opdracht 3, of nou ja, de testafette. Freesia, dat is mijn mol, die zet haar vrijstelling in. Daarmee wordt ze door het oog onttrokken, dus coulissen, wat ik al eerder besprak in deze video. Ze hoeft de test niet te maken hierdoor. Als mol zijnde hoef je namelijk totaal niet mee te doen aan deze opdracht. Dat maakt het namelijk helemaal niet uit. Want het gaat toch niet om het geld, het gaat namelijk om de test. Dus krijg je plus 2 minuten testtijd, plus 1 minuut testtijd, zoiets was het. Een vraagteken waarmee Thomas uiteindelijk de kandidaat die het slechtst was kon uitkiezen. Wat viel er nou nog meer op bij deze test? Iedere kandidaat zat op Kim. Wat mij totaal niet meer in die tunnel jaagt. Want als elke kandidaat op Kim zit volgens de biechten, volgens de aflevering, volgens de montage, dan leidt alles linea recta naar Kim. Alles. Denk aan het geld wat ze weggooide. Denk aan die slok die ze nam. Dat is allemaal gewoon in de montage gebleven. En daardoor streep ik haar totaal af als mol. Als zij het wel is,
dan vind ik dit persoonlijk een slechter seizoen dan vorig seizoen met René. En daar bedoel ik mee, dan vind ik dit seizoen gewoon veel te saai om naar te kijken, omdat ik gewoon weet wie de mol is. En dat is niet leuk. Dan denk je natuurlijk ook aan die maskerhint, maar dat doen ze toch niet? Ik denk dat ze ons heel erg voor de gek aan het houden zijn. Ze wordt gewoon weer veel te verdacht gemaakt. Kim is voor mij niet de mol. Ze wordt al, ik weet ik niet hoe lang, verdacht. Ze zit wel in de finale. Dat lijkt wel zo. Zoals ze in de finale zit. Dan is het ook wel weer verdacht om te gaan kijken naar Kim, haar antwoord op de test. Zij zit namelijk op Everon vooral. En Freesia zit ook op Everon al heel lang. En is ook al heel de tijd door zonder vrijstelling. We zouden dus kunnen concluderen dat in mijn ogen Everon of Freesia de mol is. En dat is daarmee ook allemaal al gezegd. Goed, na het zien van deze aflevering is Freesia mijn mol. Ik heb uitgelegd waarom. Everon zou ook nog best een goede kans hebben. Thomas is het niet. Veel te fanatiek, veel te veel geld opgebracht. Dat doet de mol niet. Volgens Follow the Money is Freesia namelijk ook de kandidaat die het minst heeft verdiend. En daarnaast dan Kim. Ja, Kim. Kim is Kim. En zij speelt haar eigen spel zo goed dat het lijkt alsof het mooi is. En als het straks blijkt, dan is dit seizoen gewoon, persoonlijk vind ik dat best dan een slecht seizoen. Maar dat is allemaal een eigen mening, kun je daarover hebben. Ja, dat dus. Laat alle verdachte acties en extra hints even hieronder in de reacties. Dat moet je wel even doen, want dan kan ik er van de week nog een keer naar kijken. En wie weet komt dan weer in de komt er weer in een andere video nog de extra beeldmaterialen en andere dingen. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.